Dag beste mensen en welkom bij weer een vlogje van Bike Life Zwakke. Sorry als ik zo raar klink, maar ik ben verkouden. Nog altijd. Het is nu 7:15. Ik moet om 8:30 in de garage zijn. De Clio heeft nieuwe bougies nodig. Ik moet die daar achterlaten, omdat ze daar niet aan willen werken. Als die warm is. Dat is niet zo plezant. 4 fucking nieuwe bougies. 4 fucking nieuwe bougies. En ze moeten die niet eens aanraken, hè. Dat hoeft niet, hè. Want die hebben daar zo'n gakkenjak voor met een verlengstuk op. En een speciaal aan dop dat die bougies erin blijven hangen, hè. Allee, anders kunnen die er toch niet aan. Maar ja, hè. Dus ik ga jullie vandaag meenemen op mijn wandelingetje. Want niemand kan mij komen halen. Dus ik ga daar een beetje rondwandelen. Dus ja, veel plezier met dit hele domme, kleine vlogje. Oké, broskies, ik ben aangekomen aan de garage. Ik ben een uur te vroeg. Een heel uur. Gewoon puur om het feit dat de auto kan afkoelen nu. En dat ik hopelijk geen hele dag moet wachten om 4 bougies te vervangen. Ik heb mijn capot opengetrokken, dus de warmte kan weg. Dus dan kunnen ze al niet zeggen dat hun vingertjes gaan verbranden, hè? Ja, dat snap ik nog altijd niet. Ik ben echt benieuwd hoe lang dat dit gaat duren en wat dat dan maar weer gaat kosten. Normaal gezien moesten ze jaar geleden die bougies al vervangen zijn. Hadden ze niet, konden ze niet krijgen, weet ik veel wat. Boeit niet, gaat dit jaar op onderhoud. En dan gaan ze zeggen, we hebben de bougies niet. Ach ja, dan werd ik vorige week gebeld. Ja, bougies zijn binnengekomen als je wilt. Je kunt hem binnen doen. Maar je moet hem 's morgens binnenbrengen en dan bellen wij u als die klaar is. Ik zeg, kan ik daar niet op wachten? Nee, want ja, dat is een warme motor en die moet afkoelen, want ja, dat is niet leuk om aan te werken, een warme motor. Bro, dat is een kap eraf trekken, uw bougiekopjes eraf trekken, die in uw blok zitten. In uw blok. Dan gaat je erin met een rakkenjak, met een verlengstuk, met een top op. Je draait de bougiekjes los. En haal de rakkenjak eruit. Die bougie zit toch vast in die dop? Wat gaan die doen met hun vinger zo in dat gat en dan zo beginnen draaien en dan voelen of wat? Ja, nee, hè. Oh ja, dat snap ik nog altijd niet. En als die er dan in zit, dan pak je maar gewoon mijn tang uit als je ware. Met zo'n stikje nieuwe erin. Nee? Oh ja. Maar ja, dus het is nu 8:30. Ik moest om 9:30 hier zijn. Ik hoop dat die zelfs ferm is afgekoeld. Het is ook niet zo heel warm. Het is 13 graden. Dus dat moet lukken. En dan is het, ja. Mag tot ze bellen zeker. Ik ga wel zeggen dat ik er al een uur sta. Dus dat die al afgekoeld zijn. Dus ja. En dan gaan wij zelfs leuk gezellig met z'n allen op stap. We gaan wandelen, mannen. Life is a bitch. You to die broke or you're busy getting rich. Niggas did me dirty, left me dead in the ditch. Learned to forgive, but I never did forget. Oké, broskies, ik heb de auto afgezet. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Ze zeiden om 11 uur staat hij ingepland. Dus ik ben op wandel. Wandelletje, oh mijn god, ik krijg een telefoontje. Bro, ik ben aan de festival. Ja, hoort jij mij? Ik ben richting die plein aan het wandelen. Yes, richting de spot. Maar ik ben aan dat treinspoor nu. Ja, jong, ik ben net die ene rotonde. Hey. Die ene rotonde voorbij, hè? Hey, Jan begint niet te zagen, Jan, bolle plofkikker. Geef me wat gaas. Ja, hier is dingen, hè, festival. Hier is een festival. Oh ja, 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 dat kan. Daar zit ik, nee. Hé, hey, Travis. Ja, kom maar. Travis. Yo. Oké, dus. Sorry, beste mensen, ik had even telefoon. Van Mayhem on Tour. Mayhem on Tour is bijna hier. Die komt zijn nieuw speelgoedje laten zien.
Dus het is toch nog altijd een beetje bike-life gericht. Sorry voor het vele verkeer hier. Maar ja, gewoon checken, man. Dus tot zo. Daar is hij. Hoppa, hoppa. Zie hem doen, zie hem doen. Hoppakee. Zie hem doen, je halve zot. Dat is een nieuw speelgoedje. Hoppa, 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 hoppa. Hey, laat eens aan de klaar. Ze willen schaam al wel. Hij begint vrij goed te doen. Met een zipje. Het is geen 180er, het is een 125. Ik dacht dat het een 180er was. Oei! Wat joh, maat. Ik ben al zo ziek. Maar zoals je net zag in het filmpje, we zijn niet aan het rijden. Ik ga gewoon bij hem achterop zitten. Het rijgedeelte is eigenlijk een beetje AI. Ik zeg jullie dat eerlijk. En ja, je zag het ook aan zijn teller, want zijn teller ging niet omhoog, dus hij was niet aan het rijden. Dus het was echt puur AI. Kijk, kijk. Ah, is wel een mooi zitje. Is wel mooi. Maar joh, maar het begint nog te regenen, ook nog. Het is nu 10 uur. Wacht. Gewoon voor 4 bougies, hè. 4 bougies! Dat doe ik op 10 minuten. Maar ik heb het materiaal niet thuis. Dus... Zo. Wachten, hè. Mijn montuur is ook al door. Die voelde zijn eigen niet goed. Het regent. Ik zeg, ga maar door. Dus ik heb nu ongeveer... Wacht, ik ga mijn telly erbij nemen. Dan gaan we kijken. Ik heb nu... 2,5 kilometer gewandeld. Ik ben dood op. Mijn benen wonen ermee. Ik heb daar ongeveer 45 minuten over gedaan. Ik ben ook nog wel even gaan zitten tussendoor. Ja. Fucked up. Broskies, ik ben terug thuis. Oh. Maar je wilt niet weten, wat een oplichters, echt waar. Die prijs die ik heb betaald voor die 4 bougies, dat is niet normaal. 1 bougie kost €12 aan een klets, want de nummer staat erbij en die heb ik opgezocht. Wat denk je dat ik heb betaald? Ik heb wel geteld... 247,51 euro betaald voor fucking 4 bougies te vervangen. Dat is toch een beetje overdreven, niet? Fucking 247 euro. Ik moet denken, die kostte €12 en een klets per bougie.
Dus pak dat ik 50 euro aan bougies heb. Heb ik 200 euro moeten betalen aan werkuren. Voor een Renault. Een officieel Renault garage. Dat is toch niet meer normaal, wel? Volgende keer vervang ik ze zelf. Ik heb daar 3 uur in de regen gestaan. Ah, bro, ik zweer u. Zoveel geld voor fucking bougies. En ze hadden eigenlijk vorig jaar al vervangen moeten worden, maar toen hadden ze ze niet. Ja, maar er is ook goed nieuws. Ik heb mijn eerste monetize binnen, die van 3000 uur. Ja, nog een kleine 1000 uur en ik verdien geld met advertenties. Met de reclame dus, de appetantige reclame, of YouTube Premium, dat verdien ik ook aan. Maar fucking 247 euro, bro, dat is toch niet normaal. Als er mensen zijn die mij willen steunen met het bedrag, nu dat ik monetized ben, je kunt bij de reacties op het hartje klikken met het dollarteken in, kun je kiezen hoeveel je wilt giften. Zotte shit. Dus als je dat wilt doen, je mocht dat, maar je moet dat niet. Van mij moet je dat niet doen. Ik wil persoonlijk geld verdienen met reclame. Omdat dat voor jullie ook te goed is, dan moeten jullie zelf niet investeren. Ik denk aan jullie. Hè? Maar je mocht giften. Je moet niet, je mocht. Ik ben er nog altijd niet goed van. 247 euro voor kutbougies. Ik niet normaal. Hoi jong. Stel scherp. Subtotaal handeling 201 euro. Daar. Kijk. Dat is toch niet normaal? Alleen een bougie, man. Allee. 4 bougies natuurlijk. Maar kom. Maar ja, dit was dus het vlogje van vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Vergeet niet te liken. Vergeet niet iets te reageren. Vergeet niet te subscriben. En tot het volgende vlogje. Doei.